Het eerste werk is het plaatsen van een houten frame tegen de muur. Plaats eerst de planken op de vloer. Meet en zaag het nodige aantal planken en verhoog indien nodig. Bevestig de planken met nagelpluggen in de vloer. Gebruik een boor die aangepast is aan de ondergrond. De planken aan de zijkant moeten in hetzelfde vlak liggen als de planken op de vloer. Het kader moet ook waterpas staan. Bevestig een extra plankje op de plaats waar je de verticale planken wil plaatsen. Vul het volledige basisframe op met verticale planken. In een hoge ruimte kan je in het midden een extra versteviging aanbrengen door een hoekijzer te plaatsen. Gebruik vervolgens een pneumatische boormachine. Zet het hoekijzer in de muur vast met nagelpluggen en in het hout met schroeven. Zorg ervoor dat de afstand tussen de verticale planken iets smaller is dan de breedte van je isolatie. Trek, vooraleer je aan de slag gaat met isolatiemateriaal, bescherming aan. Draag een mondkapje, een stofbril en handschoenen. Glaswol kan namelijk jeuk en irritatie veroorzaken. Glaswol is thermisch isolerend, geluidsabsorberend en onbrandbaar. Snijd de isolatie op maat met een groot gekarteld mes. Duw de isolatie tussen de planken van het frame. De isolatie moet iets breder zijn dan de tussenafstand tussen twee planken om koude bruggen uit te sluiten. Niet de spijkerflenzen vast aan de voorkant van de planken. Deze flenzen zorgen voor een goede lucht- en winddichtheid. Snijd waar nodig bij met een gekarteld mes. Vul het volledige kader met isolatie. Thank you.